Ik heb in het artikel gelezen dat ze willen nou weer proberen om het wat er binnen te houden. Om het wat te leren moeten. Willen wij weer gaan lopen om te collecteren voor de Nederlandse Brandwondenstichting. Mijn huis is op een schoot van Stefan die is geweest. Aan de kant. Een hele goede morgen, lieve vrienden. Het is vandaag alweer, ik vergeet weer eens een keer te kijken. Oh jee. Het is donderdag 14 oktober. En we leven om, we zien, 9 uur 57, dus bijna 10 uur. En rond 10:30 kan Karin komen, mijn begeleidster, Karin met de kaders. En we zouden samen de hondjes uitlaten, dus dat komt wel goed. En ik kan zelf alweer achter de deur met eten, want die wil ik absoluut niet buiten hebben. En hij wordt ook ouder. En ik heb er net weer een artikel gelezen dat ze willen nou weer proberen om de katten binnen te houden, want anders kost het je weer een boete. Ja, ze zijn dan met een test bezig, meende ik, ergens in Haarlem. Maar hou me ten goede. Misschien hebben jullie het Nederlands ook alweer gehad. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Elwing die is bezig aan het poetsen bij zichzelf. En Rijke die zit hier. Hier. Ja, ook dat allemaal nog. Dus ja, het komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik heb twee schone lakens voor ze mee naar beneden genomen. Eentje voor in de mand, eentje voor de bank. Die liggen daar op de tafel. Dus dat komt ook wel goed, want die moet uitgeklopt worden op de bank. En in de mand moet het uitgeklopt worden. En ook moet de mand even schoongemaakt worden. Maar ja, komt ook allemaal goed. Ik zeg, lieve vrienden, hou gewoon goede moed. Het is hier grijs en grauw, maar het regent niet. Het is droog en daar doen we het maar mee voor vandaag. Dus we gaan er vrolijk mee door en we gaan gewoon lekker er weer van genieten. En ik hoop dat jullie ook kunnen genieten van vandaag. En ja, geniet gewoon. Ja, en geniet met ons mee. Lieve vrienden, een hele goede middag wens ik jullie toe. Vanaf Corinna en de Beestenbol. Ja, de beesten zijn alle drie binnen. Om te beginnen, daar hebben we Rijka. Daar hebben we Elwing. Met Gandalf daar. Dus ja, en mijn huishoudelijke zorg, die is boven bezig. Stefan genaamd. Hele lieve jongen. Een goede jongen. En weet wat hij moet doen. Ja, ik heb Karen aan de telefoon. Ook hebben we weer verdrietig nieuws gehad. Haar ex-zwager is overleden. Ook die kon ik persoonlijk, want ook die is wel bij me geweest. Die is helaas overleden op de dag dat mijn moederjarig had kunnen zijn. 6 juli. Ja, hoe erg is dat? Bizar. Juist op die datum. Ja? Maar oké, ja, het gebeurt nou eenmaal. Maar in ieder geval, het is prachtig mooi weer. Het zonnetje schijnt. Die lach je gewoon toe, ja. De meisjes zijn dus natuurlijk ook al uit geweest. Ik ben lekker even met mijn spel bezig. Dus ja, dat. Lekker even. En ik bewaar mijn energie voor de meisjes. En voor het collecteren voor de Brandwondenstichting. Want ja, ik heb weer een nieuwe bus vandaag gekregen. Die is leeg. Ja, daar kunnen we weer vrolijk mee beginnen. Dus er zit nog niks in. Dus kom maar brengen. Ja. Ook heb ik weer nieuwe kaarten. Maar deze kant is belangrijker. Want als jij je verbrandt, of je kind, of wie dan ook... Niet met koud water, het is allemaal veranderd. Dus dit is een kleine mini-cursus. Dus hang het ergens neer, dat het zichtbaar is voor iedereen. En ja, ik kom vanavond weer langs de deuren. En morgen natuurlijk ook, morgen de laatste dag. En we hopen nog een hoop op te kunnen mogen halen. Ja, en dat doen we gewoon met een glimlach. En dat is ook om te lachen, of niet dan? Stelletje dwaasje. Stelletje dwaasje.
Moeten jullie naar buiten? Moeten jullie naar buiten? Naar buiten? Rijka? Hallo? Rijka? En Elwin, kom. Kom naar buiten. Hup, naar buiten. Naar buiten. Naar buiten. Rijka ook naar buiten. Wegwezen. Ga spelen. Doei. En deur dicht. Want dan hoeven we niet te stoken. Ik heb al gestookt. Gisteren voor het eerst. Nee, niet waar. Van de week al eerder. Maar het is alleen nog maar eventjes. Een hooguit een uurtje en dan gaat hij weer uit. Het is even de vocht gehad uit mijn huis. Weghalen. Dat is voor mij niet goed. En lekker warm. En daarna gaat het weer uit. Het zonnetje schijnt nou, dus ja. Hoef ik hem ook niet aan te hebben, want het zonnetje geeft ook nog steeds lekker veel warmte. Hé? Kandaf. 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 Nee, geen zin. Niet luisteren. Nou, hoeft ook niet hoor. Nee. Dus ja, dat dus allemaal, lieve vrienden. Dus ik zou zeggen, geniet van je dag, maar geniet ook zeker met ons mee. Lieve vrienden, ja, de klok die gaat, die tikt sneller dan dat we zelf gaan, zeg ik altijd wel eens. Het is alweer 16:22 dat ik ga me weer even klaarmaken om weer even naar handen te lopen met de meisjes. Want om 17:45 willen wij weer gaan lopen om te collecteren voor de Nederlandse Brandwondenstichting. Mijn huisje is ook weer schoon, want Stefan die is geweest. Helemaal top! Ja, geweldige jongen, lieve jongen. Ja, ik vind hem een toppertje. Dus hij mag voor mij blijven. Ja. Dat, maar in ieder geval, ja, ik ga dus met de meisjes even weer lopen. Kandalf, die is lekker binnen, die wou er ook totaal niet uit. Dat hoeft ook niet voor mij. Hij wordt ook steeds ouder natuurlijk. Hij blijft er ook niet jong op. Dus lekker binnen blijven mag voor mij. Ja, hij hoort er ook bij. Ja, toch? Ik laat jullie wel thuis dit keer, want jullie moeten aan de lader. Ja, want anders heb ik vanavond geen input. Nee, dat moet wel. Ja. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. Ik ga lopen zonder loopapps. Ja, helaas, pindakaas. Het is niet anders. Want ja, hij heeft input nodig. Hij vraagt daarom, dus dan doen we dat. Anders kan ik hem vanavond om 17:45 niet gebruiken. Dus zeg, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. En doe het met een lach. Maar lach ook met ons mee. Ja, en geniet met ons mee. Ik zou zeggen, genieten.